Hey, een hele goede morgen of middag. Ik weet niet wanneer jij hem kijkt. Vandaag ga ik het hebben over taal. En welke les? Blok 6, hoofdstuk 11, les 2 ga ik vandaag doen met je. Voor deze les heb je nodig je taalwerkboekje. Het is het grote werkboekje waar je in mag schrijven. Dus niet het dikke boek, ook niet het hele kleine schriftje, maar je grote schrift waar je in mag schrijven. En dan heb je bladzijde 34 en bladzijde 35 nodig. Wat ga je doen in deze les? Je leert gericht luisteren naar een verhaal. Je leert vertellen wat je van een verhaal vindt en waarom. En we gaan oefenen met woorden uit les 1. Wat je als eerst even mag doen, is met een potlood of een pen even lekker een kruis opdracht 3 en de opdracht 7 zetten. Zo, die gaan we nu doen. Dat weet je vast. Wat gaan we wel doen? Opdracht 1 en opdracht 2. Dan moet je namelijk luisteren naar een verhaal. Met hetzelfde verhaal als vorige keer met Tanja. Dat ze verdwaald was. Ze is verdwaald bij de Zeeleeuwenshow. En daar gaan we je vragen over maken. Namelijk opdracht 1 en opdracht 2. Opdracht 3 hoeft niet. Opdracht 4, 5 en 6 gaan over de woorden. Dus ik zie opdracht 4, ik zie een tekening en ik kan kiezen uit de kanovijver, zwemvest, klimmuur, overal en bodywarmer. En zie ik hier 1, 2 en 3 pijlen. Waar wijst deze pijl heen? Hoe heet dit ding wat je aan hebt? Is dat een kanovijver, zwemvest, klimmuur, overal of bodywarmer? Die vul je dan daarin. Hier zie ik een pijl, die gaat daarheen. Hoe heet dit? Is het de kanovijver, zwemvest, klimmuur, overal of bodywarmer? En de laatste vraag voor dit ding, wat is dat? Opdracht 5, kies uit medewerker, eerste hulp, salto, ademhaling en balanceren. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 woorden en 5 zinnen. Dus ik mag elk woord maar 1 keer gebruiken. De EHBO noemen mensen ook wel eens medewerker. De eerste hulp, salto, ademhaling of balanceren. Vul het goede woord in. Lucht in en uit je mond blazen heet medewerker, de eerste hulp, salto, ademhaling of balanceren. Het bedrijf is erg tevreden over de nieuwe medewerker, de nieuwe eerste hulp, de nieuwe salto, de nieuwe ademhaling of de nieuwe balanceren. Zo maak je deze opdracht af. Opdracht 6. Moet ik even goed opletten. Vul het goede woord in. En elke zin kan ik 2 woorden invullen. Ik kan kiezen uit een zeeleeuw, hoepel, aan de kant, vin, opdrogen, kurkdroog, overal, munt, straal en klappertanden. Een hmm heeft geen hmm op zijn rug. Een zeeleeuw heeft geen vin op zijn rug. Die krijg ik cadeau. Een puntje puntje is rond en een m is ook rond. Nou, welke 2 dingen zijn er rond? Een hoepel is rond. En wat is hier nog meer rond van? De eerste letter is de m. Als je deze opdracht dan heel moeilijk vindt, dan probeer je hem wel. En als het niet lukt, dan komen zo meteen de antwoorden in beeld. En zijn dit de antwoorden van opdracht 6. Bij zin 1 moest je invullen zeeleeuw en vin. Zin 2 hoepel en munt. Zin 3 kurkdroog en straal. Zin 4 aan de kant en klappertanden. En zin 5 overal en opdrogen. Als ik snel ga, zet me even op pauze. En als het dan goed is, heb je nu opdracht 3, 4, 5 en 6 gedaan. En ga ik nu het fragment laten horen voor opdracht 1 en 2. Opdracht 1, luister even goed, of lees goed bedoel ik. De moeder van Tanja komt Tanja halen. Is dat waar of niet waar?
de kinderen gaan eerst het eten. Is dat waar of niet waar? Dus als je slim bent, lees je de vraag even goed. En ga je daarna het fragment beluisteren. Nou, dan heb je hier het fragment. Luister hem goed en blijf elke keer de vraag in je boek lezen. En als je eentje hoort, zit je meteen een kruisje waar of niet waar is. Veel plezier! Meisje, wat is er? Tanja kijkt op. Een medewerker van het pretpark kijkt haar aan. Ik ben Tanja en ik ben verdwaald, snikt Tanja. Ik ben Erik en ik werk in het park. Kom maar mee, ik zal je helpen. We lopen naar de eerste hulp. Daar kan ik een bericht omroepen. Tanja veegt de tranen van haar wangen, staat op en loopt samen met Erik richting een klimmuur en vervolgens naar de kanovijver. Dan ziet Tanja het EHBO-gebouw. We zijn er, zegt Erik. Kom maar mee naar binnen. Als Tanja en Erik binnen zijn, loopt Erik meteen naar een microfoon die in een hoek op de tafel staat. Nadat hij een knopje heeft ingedrukt, zegt hij in de microfoon: Attentie, attentie. Er is een klein meisje verdwaald. Ze heet Tanja. Wil haar moeder haar opkomen halen bij de EHBO? Een paar minuten later ziet Tanja dat haar moeder naar haar toe rent. Tanja, Tanja, waar was je nou? Ze omhelst Tanja. Ze huilt een beetje. En Tanja huilt ook. Ik was verdwaald, zegt Tanja zachtjes. Kom maar, ik denk dat de anderen nu wel klaar zijn in de achtbaan. Er begint een show met zeeleeuwen. Zullen we daar naartoe gaan? Tanja knikt van ja. Ze geeft haar moeder een hand en ze wil die niet meer loslaten. Dank u wel, zegt de moeder van Tanja tegen de medewerker. Graag gedaan, zegt Erik. Heel erg bedankt, zegt Tanja. Even later zitten ze met z'n allen op de eerste rij bij de zeeleeuwenshow. Een medewerker draagt een overal met een zwemvest daarover. Hij praat in een microfoon. Dames en heren, welkom bij de Zeeleeuwenshow. Wilt u kunnen droog blijven? Dan moet u achteraan gaan zitten. Het spat maar een beetje hoor. Geniet van onze geweldige Zeeleeuwenshow. Op dat moment verschijnt er een grote vin in het water. Het lijkt op een haaienvin. Een man met een bodywarmer en een zwembroek aan gaat op de rand van het bad staan en tuurt in het water. Die hoort vast bij de show, fluistert Tanja. Dat denk ik ook, zegt Paul die naast haar zit. Plotseling duikt de man het water in. De haaienvin gaat naar de man toe. Oh nee, roept het publiek. Een zeeleeuw duikt in het water en zwemt onder de man door. De zeeleeuw duwt de man op de kant. De man staat te klappertanden van de kou. Of doet hij maar alsof? Zijn ademhaling gaat heel snel. Zou hij er toch niet bij horen? Vraagt Tanja. Tja, ik weet het ook niet, zegt Paul. Oh, die arme man. Het duurt uren voor die bodywarmer is opgedroogd, zegt Tanja. Maar dan gebeurt er iets geks. De man met de bodywarmer duikt met een salto het water nog een keer in. Hij zwemt naar de vin. Hij duikt onder water en even later tilt hij de haai op. Het is een nephaai. Uit het bek van de haai komt een straal water. De man richt de straal op het publiek. Iedereen gilt en joelt van plezier. Dames en heren, roept de meneer met de microfoon. Het is tijd voor een nieuwe truc. Ziet u deze munt? Nog voor de munt de bodem raakt, heeft de zeeleeuw de munt gepakt. De man gooit de munt in het water en een zeeleeuw duikt erachteraan. Een paar tellen later komt hij boven met de munt op zijn snuit. Het publiek juicht. Dames en heren, en dan nu de truc met de hoepel. De man gaat op de rand van het bad staan en houdt een hoepel boven het water. Een zeeleeuw springt erdoor en zwemt naar een bal in het water.
De zeeleeuw springt op de bal en balanceert er bovenop. Het publiek klapt. Wie wil er ook een truc proberen? Veel mensen steken hun vinger omhoog. Ook Davy. De man stapt op Davy af en geeft haar de hoepel. Tanja ziet dat Davy begint te stralen. Allemaal aan de kant voor mijn prachtige assistente, zegt de man in de microfoon. Davy moet op haar hurken gaan zitten bij het bad en de hoepel heel laag houden. Ze vindt het moeilijk. Ze houdt de hoepel niet helemaal stil. Dan komt de zeeleeuw eraan. Hij stoot tegen de hoepel. Davy wankelt op de rand van het bad.